Marco, jullie hebben vandaag de kampioen ontroond. Hoe voelt dat? Nou, ik wil eerder zeggen dat wij gewoon zelf gewonnen hebben en verdiend ook. Je moet het zelf doen uiteindelijk. Je moet niet afhankelijk zijn van anderen. En ja, zo zijn we ook deze wedstrijd ingegaan. Zo hebben we willen spelen. En nou ja, je ziet dat we zo gewoon resultaat kunnen halen. Dus. Het zat natuurlijk aan te komen dat jullie die vierde plek gingen vaststellen. Hoe is het dan als dat nu definitief is? Nou ja, het is gewoon fantastisch. Als je kijkt naar vorig seizoen, word je derde. Dit seizoen moet je weer vieren. Europees opnieuw op rij. Het is gewoon geweldig. Gewoon twee hele mooie jaren nu die ik meemaak. Ja, woensdag nog de allerlaatste wedstrijd. Dus ja, als we zulke jaren mee kunnen maken voor de fans, voor de supporters en voor de club, voor de AZ, is het gewoon fantastisch. Hoe zou je dit seizoen omschrijven als je één woord mag gebruiken? Ja, ik denk gewoon weer maximale eruit gehaald. Het is geen één woord. Iets meer woorden, maar goed, we hebben gewoon maximale eruit gehaald weer dit seizoen. Vierde is gewoon een geweldige plaats waar wij horen te staan. En dan mooi feestje hier op het veld. Vertel eens, hoe ging dat eraan toe? Ja, nou ja, het was natuurlijk duidelijk geworden dat we die vierde plek hadden. Ja, mensen blij. Het was mooi weer. We hebben een mooie pot voetbal laten zien en neergezet, denk ik. Dus ja... blijer dan dit kan je ons niet krijgen op het veld. En ja, dat heb je op de tribunes ook gezien. Ik denk dat die mensen ook allemaal weer ontzettend trots zijn hoe wij weer vandaag ons hebben neergezet. Niet alleen vandaag eigenlijk, misschien wel het hele afgelopen seizoen en het jaar ervoor ook. En, ja, het is gewoon weer een bekroning op weer zo'n mooi jaar. Gaan jullie met de selectie nog een feestje vieren vanavond? Nee, ik denk het niet. Nee, we moeten woensdag weer. We willen graag nog één keer winnen. Ik kan nog clean sheet eruit halen, kan ik weer een record inzetten. Dus ja, het zijn allemaal dingen die je achterhoofd meeneemt om in ieder geval woensdag de allerlaatste wedstrijd te spelen. En ja, er zit er geen feestje in, helaas.